Grote onzekerheid voor de leerlingen van het Aloysius College en hun ouders. Vandaag is het de eerste lesdag na de zomervakantie. Maar gisteren werd duidelijk dat staatssecretaris Sander Dekker het Aloysius College zo snel mogelijk wil sluiten. Niemand weet waar hij of zij aan toe is. Normaal is het eigenlijk elk schooljaar van wat gaat er nu gebeuren. Maar nu helemaal omdat we te horen hebben gekregen dat we dus gaan sluiten. En hoe of wat, dat weten we nog niet. Het is best wel vervelend als je halverwege je voorexamenjaar naar een andere school moet gaan, die misschien verschillende methodes hebben. Van hoe gaat dat dan verder uitpakken? Dat, ja, dat is eigenlijk waar ik het meeste mee zit. Van hoe ga ik dan ook mijn examen doen? Ook ouders maken zich grote zorgen over hoe het nu verder moet. Ik denk dat alle ouders slecht slapen, alle medewerkers slecht slapen en alle kinderen, nou, misschien niet slecht, maar wel onrustig slapen. Want ja, dit, dit houdt iedereen heel erg bezig. Hoewel andere scholen nog geen kinderen van het Aloysius College overnemen, wordt er al wel naar oplossingen gezocht. Ja, want als je weet dat een school dichtgaat, dan ga je toch kiezen voor een school die wel de toekomst biedt en continuïteit biedt. In ieder geval qua type en soort onderwijs. Het Aloysius college moet voor 1 oktober met een plan komen. Zo niet? Dan grijpt staatssecretaris Dekker zelf in. Ik hoop echt dat er voor alle kinderen een passende oplossing komt. Maar dat klinkt ook te mooi om waar te zijn. Want dat kan bijna niet voor deze hoeveelheid kinderen in zo'n korte tijd. En zeker niet als de staatssecretaris ook nog wil dat er voor eind oktober een plan ligt.